Ik zeg, moet luisteren, moet luisteren. Het begint te trillen. Een enorme knal. Volgens mij is het een aardbeving. Als dit nou gebeurd was in Den Haag, dan was dit als de sodemieter opgelost. Het is als een grond in arm ging bewegen. Die gaswinning heeft ons als provincie toeristisch gebied heel rijk gemaakt. Het Ommelandse volk van het agrarisch leven. Maar ja, voor de mensen hier heel veel narigheid gebracht. Het gas, de bevingen. Windmolens, windmolens, wat neemt. Zijn woorden die de Groningers niet van zich af kunnen schudden. De provincie is zoveel meer. De bodemdaling komt in ieder geval van de gaswinning. Ik zie niet in hoe je scheuren krijgt. Dat wordt ook door niemand ontkend. Dat is van de NAM uit heel lang gebagatelliseerd. Groningers zijn zo sentimenteel als de pest. Dat doet je gewoon echt pijn. Dit was het land van ons prachtig grun. Je huisjes moet je basis zijn, je veilige haven zijn. Dit was het land van ons prachtig grun. Dat onder druk staat, dat doet wat met een mens. Vanuit de Tweede Kamer heel weinig steun ervaren. Hoe kunnen we Groningen economisch toekomstbestendig maken? Een diep geworteld wantrouwen tegenover mensen met macht. Ik heb nooit geen respect voor die mensen. Groningen is de uitvoerpuntje van Nederland. Ja. Stream de aarde beeft. Welkom in ons land van ons prachtige op NPO Start.